Yes, 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 mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Osbium, de zwaarste podcast in het Nederlands, gepresenteerd door zware metalen, het magazine van de benelux. Ik ben Niels en zoals altijd word ik vergezeld door de man die al mondkapjes van BH's maakte, ver voor het een rage werd. Hoofdredacteur Pim, yo. Zo, dan wordt ik word meteen als een of andere creep neergezet in deze nieuwe <laughs> aflevering. Ja, dat is wel. Nee, maar dat is een goed ding, hè. Worden een goed ding? Ja, er worden mondkapjes van BH's gemaakt, omdat er een tekort is. Aan BH's? Nee, daar is een overschot aan blijkbaar. Oké, okay, nou prima. Ik, ik, ik moet wel zeggen dat er in dit huishouden zelf mondkapjes gemaakt zijn, maar eigenlijk waren als eerst mijn oude bandshirts uh, aan de beurt. Oh, welke bands heb je ervan gemaakt? Killing oh. the Dream. Oké. Okay. If you know, you know. Ja. Maar goed, je moet wel even uitkijken. Want je hebt natuurlijk als je die... Dit zijn de volwassen shirts. En die heb ik al heel erg lang. Ja. En heel vaak gedragen. En die hebben een beetje van die witte plekken bij de oksels. Dus je moet wel even kijken waar... Welke delen van de t shirt je precies pakt. Oh ja, je moet hem niet van, van de oksel maken. Exact. Want je ruikt er ook dan de hele dag aan dus. Ja, maar aan de andere kant heb je misschien een extra beschermlaag... die ervoor zorgt dat de coronavirusdeeltjes het niet overleven... door die zure plekken in het t-shirt. <laughs> ja, die... Is... Die zijn al geïnfecteerd genoeg van zichzelf. Wat hoor ik nou voor geluid trouwens? Ja, ja, ja daar komen we daar ook nog even op terug. Want dan uh, ja, wordt hier wat geklust in de buurt. Maar dat leg ik daar ook nog wel even uit. Oké, okay, nou doe nog even de intro. Ja, ja, ja want uh, ja, we hebben natuurlijk uh, Facebook en Instagram. Dus uh, like ons even op die uh, plekken. Uh, volgens mij hebben we afgelopen week een uh, Instagram post gedaan die we misschien even wat meer moeten uitleggen. Uh, dat zullen we daar ook nog even doen. Maar, um... ja, jij spreekt in de pluralis majestatis, laat dat even duidelijk zijn. Ja, ik, heb ja, niks, ja, okay. ik heb geen enkele betrokkenheid bij deze post. Ja, wel. je, je, je deed eraan mee, maar je wist niet dat je eraan meedeed. Ja, het was uh, inderdaad een onethisch experiment. Ja, precies. Nou goed, eventjes dan de introductie van de topics van deze aflevering. Nou, we doen daar dus eventjes een update over. Uh, nou ja, we zitten nog steeds in quarantaine. Hè? Dus, uh, dus daar gaan we het even over hebben. En uh, ja, we gaan het toch even hebben over het uh, Bewaaien Ticket Initiatief. Wat denk ik wel interessant is in deze tijden. En ja, omdat er qua muziek momenteel. Heel weinig gebeurt, tenminste op live gebied of, of op nieuwsgebied. Hebben we een ander iets verzonnen. En dat zijn muziektips aan elkaar. We doen normaal gesproken natuurlijk altijd twee muziektips aan het einde van de aflevering aan jullie, onze luisteraars. Maar we hebben vandaag besloten om elkaar muziektips te geven. Dus die gaan we even behandelen. Um, nou ja, Instagram dus. Hè? Nee, volgens mij we een Moeten we het eerst even hier. hebben over, over dat gezaag? Wat, <laughs> ja. wat, wat horen we? Nou, en okay. waarom is dit het geval? Nou, uh, volgens mij was het uh, twee weken geleden. Legde ik uit dat er uh, hiernaast mij uh, asbest werd gesaneerd. Juist. Nou, dat, dat klopt. Dat, dat, dat kwam omdat die woning is komen leeg te staan. En die persoon die is daar weg. Dus die woning werd even opgeknapt tussendoor. Voordat de nieuwe bewoner erin trok en uh, ja, een van de dingen die je dan doet is natuurlijk even de asbest saneren. Uh, nu zijn ze daar inmiddels klaar mee en die nieuwe bodem is aan het intrekken, maar die moet natuurlijk ook eventjes uh, laminaat leggen en dat soort dingen. Dus uh, ik hoor nu al ongeveer nou, een goede vijf dagen lang een uh, zaag die uh, elke uh, tien, tien minuten even zo een stuk uh, hout er midden zaagt om uh, plankjes op maat te zagen voor uh, het laminaat. Maar, het, zeg maar wat ik weet van het leggen van laminaat is dat dat meestal binnen één dag gedaan is. Ja, ligt eraan als je het een beetje goed doet en ligt natuurlijk aan de oppervlakte die je moet. Uh, ja, je en moet jij woont leggen. in zo'n paleis dat ze nu uh, duizend vierkante meter aan, uh, aan laminaat moeten gaan leggen. Ja, ik huur een gymzaal, ja. Ja. <laughs> <laughs> Oké. <Okay. lacht> maar goed, uh, heb je nog verder wat levensupdates? Uh, nou, het is Paas geweest. Ja. Ja, dus jij bent allemaal naar je oma geweest. Die heeft nou corona voor twee weken. Dat is allemaal <laughs> begrafenis, de volgende update? Uh, ja, nee. Ja, ik heb geen oma meer. Maar als dat... Uh, nou, ja. dan zie je hem al. Dan ga <laughs> al. Zo snel gaat het met die coronacrisis. Ja, ja inderdaad. Die is er al tussenuit gepiept voordat de coronacrisis begon. Maar um, ja, nee. Gewoon ja, heel, veel, uh, heel veel gegeten en gedronken. Dat heb ik gedaan in de afgelopen vier dagen. Ik was uh, vrijdag uh, voor de paas. Op Goede Vrijdag was ik ook nog eens vrij. Dus ik het lang weekend. Dus ik heb uh, ja, gewoon hier thuis een beetje opgesloten gezeten eigenlijk. En uh, verder niet zo heel veel gedaan, behalve dat ik wel een paar keer lekker heb gekookt. Oké, okay. nou lekker man. Ja, jij? Ik had uh, geheel in, in, in lijn met deze coronatijden een, uh, een afhaaldiner bij een lokaal restaurant, wat dan uh, deconstructed was. En dan moest je dat zelf nog even opwarmen op, op, op bepaalde uh, ja, culinaire verantwoorde manieren. En dan kon je daardoor een beetje je eigen drie gangen met elkaar flansen. En dat was wel Instagram-waardig qua foto's, ze hadden er allemaal netjes uit. Zo. En dat was nog lekker ook, dus dat was helemaal prima. De dag daarna is er uh, op tweede paasdag hebben we domino's uh, besteld, dus dat was wat minder ambitieus. Om te compenseren. Ja, dat hoeft verder niemand te weten natuurlijk. Maar, maar goed, dus ik, ik deed ook, uh, dit paasweekend deed ik ergens mijn Instagram open. En uh, ik zag een nieuwe post van, uh, van Osmium op een persoonlijke pagina. <laughs> en, uh, en, en, en ik weet niet precies wat ik nou zag en hoe ik dat moest plaatsen en, en of het nou gefabriceerd was of niet. Dus kun je een beetje uitleggen wat, wat, wat ik zag? Ja, dit, uh, ik had een screenshot genomen van een, uh, een conversatie die we hadden over, uh, over een, uh, ik geloof dat het Facebook-chat was. <laughs> en uh, daarin stond zoiets als: uh, Ik vroeg aan jou wat je aan het doen was. En je antwoord was: Ik ben een, een logic-based oplossing aan het maken in MATLAB voor Sudoku's. En toen had ik teruggeschreven zoiets als: uh, Oh, ga door, je maakt me hard of zoiets. En daar had ik een screenshot van genomen en dat had ik op, uh, op Instagram gezet. Ja, want ik was eigenlijk best wel teleurgesteld aan jou. Want ik heb. Jij zei, jij zei vorige aflevering dat jij in de IT werkt. Ja. Nou ja, dan zal je waarschijnlijk ooit wel eens in aanraking komen met het concept code. Ja. Dus ik dacht, hè, ik, ik zorg even voor wat conversatie, zodat we ni elkaar niet alleen spreken als we Osmium opnemen. <laughs> en vervolgens wordt het gelekt naar de buitenwereld en wordt het ook nog eens niet eens serieus genomen. Ja, maar het is... Ja, kom op. Je moet, toch, je moet toch... Als je zoiets zegt, zo, dit, dan, dan is het toch... Ik bedoel, Wat ben je aan het doen? Dan verwacht je, ja, ik, ik weet ik veel. Ik ben een boterham met pindakaas aan het smeren. Of ik ben een film aan het kijken. Of ik ben een, weet ik veel. Maar dan verwacht je toch niet het antwoord. Ik ben een logic-based uh, oplosser in MATLAB aan het maken voor uh, Sudoku's. Niet dat het niet vet is. Niet dat het niet vet is. Want ik kan het, ik kan het zeer waarderen. Maar dat is toch grappig of niet? Nee, nou ja, ik vond het gewoon bloedserieus. Want ik wilde die Sudoku's oplossen. Ja, vertel even waarom. Nou ja, ik heb die hersenschudding gehad natuurlijk. En ik zit daardoor uh, ja, niet werkloos thuis, maar ziek thuis. En ik kan daardoor niet werken. Uh, en dus om een beetje te kijken of ik weer achter de computer kan zitten en of ik weer een beetje kan concentreren. Uh, probeer ik eens in de zoveel tijd zit ik een uurtje achter de computer. En ik dacht, nou ja, ik moet even iets doen wat ik makkelijk op kan pakken en weer laten vallen. En uh, wat ook nog ja, een klein beetje relateert aan mijn werk. Dus uh, het coderen in Matlab. En uh, nou ja. Mijn vriendin had een boekje met sudokus voor mij gekocht en de allereerste sudoku in dat boekje was fucking moeilijk. Ik was er vier uur mee bezig om op te lossen en daardoor dacht ik, weet je wat, ik ga deze sudoku gewoon zo hard oplossen. Ik ga hem niet gewoon oplossen met pen en papier, maar ik ga gewoon code schrijven waarmee ik hem gewoon ook in één keer oplos. Nou ja, dat is een beetje een project wat uit de hand is gelopen, want via recursiviteit, kon je mij al vertellen, kan je... Door je computer te laten gokken en dan te kijken met een backtracking algoritme of dat klopt. Kan je inderdaad binnen 10 regels kan je een Sudoku oplossen. Yes. Maar waar ik naar op zoek was, was code schrijven. waarmee ik kan bewijzen dat ik met pen en papier die puzzel had op kunnen lossen. Ja. En dat kan ik niet gegarandeerd met een backtracking-algoritme, maar ik kan het wel gegarandeerd als ik alle logica-stappen of toepassingen van logica en oplossingstechnieken vertaal naar code en Matlab die code laat uitvoeren, zodat als ik een Sudoku voer aan mijn code, ik kan zien of ik die puzzel zelf meteen had op kunnen lossen of niet. Ja, ja. En is het uiteindelijk ook daadwerkelijk gelukt? Ja, we zijn 1600 regels code verder. <laughs> 1600? Ja, ik heb het niet helemaal netjes aangepakt. Ik heb een aantal keer dat je denkt van copy-paste... in plaats van een mooie loopje eroverheen. Maar hij doet het. En uh, ik kan serieus, als ik nou online... heb je ook websites die de moeilijkheidsgraad van Sudokus kunnen inschatten. En als je daar een very hard invoert... niveau 5 uit 6, dus het een na moeilijkste niveau... mijn code kan die oplossen. Met Voor de kenners hè, zitten de X-Wings erin, naked pairs, naked triplets, hè, dus uh, hidden sets en zo. En uh, er zitten ook X-I-Wings en een Swordfish-methode zit erin, en allemaal uh, logica-exclusions. Dus het is gewoon echt, uh, ja, joh, binnen drie seconden heb ik best wel ingewikkelde sudokus opgelost. Nou ja, maakt me gek. Je hebt dit gewoon allemaal opgelost met behulp van Star Wars-objecten: uh, X-Wings, Y-Wings, uh, met films, Swordfish. Uh, wow. Ja, en hij doet het gewoon. Dus het is gewoon leuk. Dat heb ik met Pasen gedaan. En uh, inmiddels ben ik vandaag uh, weer voor aan het werk gegaan, voorzichtig. Een paar uurtjes. En uh, dus, uh, nou ja, aan het eind van de dag ronden we hem nog even af met een, uh, een rondje Osmium. Nou, lekker toch. Ja. Zullen we dan uh, uiteindelijk na tien minuten introductie... daadwerkelijk even over iets gaan hebben wat interessant is voor de lezer van Zara Metalen? Nou ja, misschien moeten we ook... Heb je nog iets van uh, een corona-update of zo? Of uh, je bent toch redelijk verslaafd aan het corona-nieuws en zo? Of uh, ben je inmiddels wat minder gaan volgen? Nou, ik, ik hou het nog steeds in de gaten. Maar zoals ik tijdens de vorige aflevering al zei, zorg ik ervoor dat ik op gezette tijden mezelf toesta om daadwerkelijk het nieuws in de gaten te houden. En daarbuiten laat ik het een beetje op zijn loop. Ik moet zeggen dat het heel duidelijk is dat die lockdowns nodig waren. Ja. Maar ik vind dat er te weinig discussie plaatsvindt over wat er gebeurt als die lockdown daadwerkelijk losgaat. Wat gaan we dan doen? Ja. ja. Vandaag is het eerst dat de Europese Unie dan zegt. We moeten gaan coördineren in onze aanpak. En dat lijkt me heel erg logisch. Maar het enige wat we momenteel van Rutte-Toren krijgen. is dat we voorlopig nog wel even binnen zitten. En dat er twee apps ontwikkeld worden. Waarom er twee apps nodig zijn, snap ik niet. Ik denk ook dat er andere maatregelen zijn die je kan nemen. om ervoor te zorgen dat de wereld weer gaat rollen. Maar ik zeg, ik hoop in ieder geval heel erg hard. dat de mensen die daadwerkelijk invloed hebben. op hoe het publieke leven er dadelijk uitziet. niet op hun vingers aan het zitten zijn met het idee van, nou ja, de lockdown is de lockdown en daarna zien we wel weer. Nee, we moeten nu weten wat er in de toekomst gaat gebeuren. En ik wil graag publiek debat over wat de verschillende afwegingen zijn, wat we wel niet belangrijk vinden en hoe we daadwerkelijk ja, de toekomst in kunnen. Ja, inderdaad, het is misschien wel een goed punt dat je, dat je zegt van, nou, wat gebeurt er hierna? Nou? Ik, ik denk ook dat er um, op dit moment is het nog vooral van, ja, laten we gewoon binnen blijven en zo. Maar over twee weken, dan is de eerste soort van periode van quarantaine in ieder geval deels voorbij. Uh, en, en daar zou dan nog een, een persconferentie van tevoren over zijn. Uh, maar er is eigenlijk nog helemaal niet zo van... ja wat, wat gaan we dan doen straks als, als die periode daadwerkelijk voorbij is? Uh, ik denk dat iedereen een beetje aan het afwachten is... wat de, de regering uh, gaat beslissen. En, en op basis daarvan weer zijn, zijn eigen... Uh, ja, ik weet niet, zijn eigen beeldvorm of zo... van, wat, van, van, van hoe, hoe we dan verder gaan, maar... Ja, ik hoor, ik hoor nog eigenlijk niet heel veel over de toekomst inderdaad. Denk, denk, denk je eigenlijk dat je, even dan, over twee weken gaan dan de, zouden dan, is dan de scholenquarantaine over. Denk je dat we dan ook daadwerkelijk weer mensen naar school gaan zien gaan? Of? Nou ja, ze kunnen daadwerkelijk naar school gaan in digitale weg, maar ik denk dat de scholen echt niet meer open gaan uh, dit, dit jaar. Dit schooljaar. Ja. En uh, ik denk dat als we in de zomer... daadwerkelijk weer een beetje naar buiten mogen en zo... dat alles weer goed gaat. Maar ja, voor mij is de frustratie een beetje... als je mensen zo lang aan het lijntje houdt... zoals ze nu doen. Zo van, ja, we gaan over twee maanden... hoor je wel weer wat we daarna misschien gaan overwegen. En dan is er weer een, een of andere persconferentie... waarin dan gezegd wordt... ja jongens, het duurt nog wel even. Op een gegeven moment worden mensen ongeduldig. Mensen gaan misschien rebels reageren op... Uh, de richtlijnen, het wordt lastig om dat te handhaven. En op een gegeven moment moet de overheid imperfecte maatregelen nemen omdat mensen imperfect omgaan met de situatie. En ja. dat ze gaan imperfect om met die situatie, ben ik bang, omdat de communicatie niet transparant is. Dat er niet wordt nagedacht over wat precies de afwegingen zijn. En uh, daar, nou ja, daar, daar begin ik steeds meer gefrustreerd over te raken, ook als econoom. Omdat je weet dat er gewoon hele belangrijke beslissingen genomen moeten worden en je hoort er niks qua discussie over. En dat is uh, zorgwekkend. Ja, ja, absoluut. Ja, zeker. Nou, ja, het is ook ja, onzekere tijden natuurlijk. Maar uh, ja, de... ik heb trouwens het idee om een soort van scheurkalender te maken. Oh. Overal waar je kijkt, jij noemt het onzekere tijden. Ja. ik vind het sowieso een beetje baldadigheid van mij dan. Is zeg maar tijden zijn tijden. De tijd is een abstract begrip. De, wat is tijd? En wat is het voortscheiden van tijd? De tijd is de tijd. Dus als je zegt deze bange tijden, de tijd is niet bang. De tijd is de tijd. Ja. Is de tijd onzeker? De tijd is niet onzeker, want de tijd strijkt voort. Dat is een van de grote zekerheden die we hebben in ons leven: is dat de tijd naar voren gaat. Dus de tijden zijn niet onzeker, ze zijn niet bang, ze zijn niet vreemd, ze zijn niet gek. Dus ik wil een scheurkalender maken met allemaal verschillende onzincombinaties. van in deze bla bla tijden. Uh, Oké, okay, ja. Yeah. Dus, dus ik heb er al bijna 50 verzameld uit het nieuws. Ja? En, uh, ja, en als je dan ook nog eens in het Engels gaat, Engels gaat bijvoorbeeld in uh, Roper, die had zo'n pers, uh, zo persbericht. En die ja. hadden het Indies Inconceivable Times genoemd. Nou, die had ik ook nog nergens gelezen. Zo. Deze tijden die je niet voor mogelijk had gehouden. maar die daadwerkelijk nu toch realiteit zijn. Nou, dat is al die onzin dingen. De tijd is de tijd. En deze tijden zijn niet bang of angstig of verwarrend of whatever. De ja. tijden zijn de tijden. Oké, okay. maar tijd is ook een menselijk concept, toch? We hebben het zelf verzonnen. Dus we kunnen ook weer verzinnen dat het dan... Uh, het is de verkeerde plek om bijvoeglijk naamwoorden aan te halen. Ja, 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 oké. Okay. Nou, Ik snap duidelijk. dat jouw leven momenteel tumultueus is ja. en dat jij bang bent, maar de tijd, die is zeker niet bang. Ja, maar dan is het eigenlijk ook, want de tijd dun is, bij, is, is eigenlijk al fout dan, want het, het is de tijd. Dus het is Ongetwijfeld. Universeel toch, dus Juist. misschien is het meer spreekwoordelijk bedoeld dan. Ja, maar we kunnen niet zomaar alle, alle foute zegswijzen tegelijkertijd aanpakken. Ik heb ervoor gekozen om, uh, <laughs> om klein te beginnen en even te focussen op, op deze problematiek. Ja, ja, precies. Je wilt het niet uit de pan laten escaleren. Juist, want deze tijden, hè, die zijn al verwarrend genoeg voor iedereen. Dus we moeten niet te ver gaan daarmee. Ik snap hem, ik snap hem. alright Nou, je had het net over roadburn. Dan, ja, want uh, we hebben nu al eigenlijk... een fucking kwartier over onzin. Ja, het, wanneer gaan we nou aan de Osmium? Ja, hallo. Uh, er is niks, er gebeurt niks op muziekgebied. Dus we moeten onze tijd vullen met bullshit. En voor de okay. mensen die het nog niet doorhebben, <laughs> deze show de is gewoon complete bullshit die opgehangen wordt aan, aan een muziekhangertje. Maar eigenlijk is het gewoon een uur bullshit. Dus... dus dus als je daadwerkelijk uh, wil dat die lockdowns voorbij gaan... een extra factor die je kan aandragen aan premier Rutte... is om te zeggen dat Osmium zoveel bullshit heeft... en dat je graag wil dat het weer over wat inhoudelijke dingen gaat. Het voelt een beetje als... Uh, ken je die aflevering van SpongeBob? Dat hij dan uh, bij, bij, dat bij die eekhoorn op bezoek gaat... en dat hij het fucking droog heeft en dat hij helemaal uitgedroogd is... met de pinky omhoog en dat water drinken. Ja. Nou ja, het nieuws is zo droog als SpongeBob in die aflevering... Durk droog. Spons droog. Ja. Uitgedroogd. Helemaal droog. Ja. Nou, oké. Okay. Um, ik denk dat we daarmee de bullshit wel even kunnen afsluiten, misschien? Ja, we gaan het even, denk ik, hebben over dat uh, bewaarticket.nl. Ja, ja, want dit, uh, dit was iets wat jij, uh, wat jij tegen mij, uh, of nou aan mij aandroeg. Aan ik, uh, ik had het bij uh, Roadburn al uh, gelezen, de, 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 de maatregelen die Roadburn, of de, de opties die Roadburn bood aan de mensen die al een ticket hadden gekocht. Maar ik wist niet dat er echt zo'n initiatief was opgezet. Uh, hier, ik denk dat jij hier meer van weet dan ik. Dus uh, vertel me eens even wat het allemaal inhoudt. Ik denk dat iedereen uh, die hier naar luistert waarschijnlijk wel ge sowieso geïnteresseerd is in waar de muziekwereld momenteel naartoe gaat qua live-beleving. Be veel mensen zullen al kaartjes hebben gehad voor festivals die verplaatst worden of niet doorgaan, concerten die verschoven worden. De vraag is natuurlijk: zijn je tickets nog geldig? Wat gebeurt er als je op de nieuwe data niet kan? Uh, hoe kan je je geld terugvragen? Is dat daadwerkelijk iets wat je moet doen? Ja of nee? Nou ja, in, in antwoord op dat soort vragen van de consument is er nu een uh, bewaar je ticket.nl initiatief, en in het Engels savorticket.nl. En dat is een, uh, ja, een soort van branche met allemaal verschillende autoriteiten. Dus in samenspraak met onder meer de verschillende brancheorganisaties in de culturele sector. Dan hebben we het over museum, theater, musical, concert, festival, evenementen en sport. Het ministerie van OZW, OCW, sorry. Het ministerie van Economische Zaken en de Autoriteit Consument en Markt is een regeling opgesteld die oplossingen biedt voor deze uitzonderlijke tijden. Oh nee, gelukkig, de staatssituatie. Gelukkig, ze maken de fout niet. Maar het idee is dus, ja, wat zijn je rechten in deze situatie? En, uh, en, en, en wat, ja, wat zijn je opties? En de reden waarom het wel interessant is om het daarover te hebben, is dat nou ja, terwijl deze aflevering wordt opgenomen, zouden we nu eigenlijk uh, ons klaar gaan maken voor Rope Burn. Ja. Dat gaat niet door. Dat is een jaar naar de toekomst verplaatst. En nu is dus de vraag wat er gaat gebeuren met die tickets. Uh, er staat hier passend aanbod. De organisaties komen met passende oplossingen voor de houders van tickets. Er wordt zoveel mogelijk gezocht naar nieuwe data voor de evenementen die nu geen doorgang kunnen vinden en het oorspronkelijke ticket blijft gewoon geldig. Is zo'n verplaatsing niet mogelijk, wordt het evenement definitief afgelast of is de houder van het ticket verhinderd op de nieuwe datum, dan krijgt de houder van het ticket een voucher ter waarde van de oorspronkelijke ticketprijs, inclusief servicekosten die later ingewisseld kan worden. Hierdoor kunnen bezoekers alsnog genieten van een vervangende voorstelling, wedstrijd, festivalconcert of tentoonstelling. Ticketkopers worden door de betreffende organisator geïnformeerd over de praktische afhandeling van een evenement en tickets. Ook kunnen ticketkopers in veel gevallen ervoor kiezen om hun ticket om te zetten in een donatie waarmee zij artiesten, makers en de mensen achter de schermen steunen. Oké, okay, nou, uh, in eerste instantie klinkt dat allemaal heel erg goed, toch? Of, uh... Ja, ik, ik, ik denk het wel. Ik denk dat het goed is dat niet. Elke kleine organisator nou zijn eigen bondjes moet gaan doppen. Want daarbij krijg je dus dat er ja, Ticketmaster heeft misschien meer onderhandelingsmacht dan een klein poppodium, ja, wat hun ja. tickets aanbiedt via Ticketmaster. Het is heel goed dat gewoon de overheid samen met alle partijen een regeling heeft getroffen, zodat er in ieder geval een uniform beleid plaatsvindt. Heel eerlijk, ik had niet verwacht dat ze dat hadden gedaan. Ja. Het is, ik vind, dat, dat vind ik, dat vind ik absoluut goed. Maar er zitten natuurlijk ook wel wat haken en ogen aan heb ik begrepen. Ja, zeker. Dus als we dan kijken naar wat de regeling is omtrent verplaatste evenementen, dan staat er als de houder van het ticket geen gebruik kan maken van een tegoedbon, dan zal de houder van het ticket dat binnen afzienbare tijd kenbaar maken aan de organisator. De houder van het ticket heeft dan recht op restitutie van de oorspronkelijke ticketprijs in geld. Eventuele gel geldelijke restitutie vindt Plaats uiterlijk één maand na de nieuwe datum van het verplaatste evenement. Zoals dus we dan bijvoorbeeld kijken naar wat voor effect het heeft op roadburn? Stel jij woont in Frankrijk of zo en je zou naar roadburn gaan, maar roadburn gaat niet door. Je hebt al je vlucht of je vervoer valt al in het water. Je hebt voor niks een, even, een, een hotel geboekt, wat misschien niet meer uh, waar je geld niet voor terug kan krijgen. En nu is je ticket voor 2020 wordt vernieuwd. Voor 2021, maar je weet helemaal niet of je kan in 2021 ja. en je bent werkloos geworden en je hebt geen geld en je hebt nu 200 euro nodig en jij dacht dat je nu even je 200 euro van Roadburn terug zou krijgen. Wat deze regeling dus zegt en ook wat er wordt is gecommuniceerd door Roadburn via 013, de eigenlijk de, de mensen die daadwerkelijk uh, in financieel opzicht de boer runnen daar, uh, krijg je dus pas je ticketprijs terug uiterlijk. 15 mei 2021. Dus dat duurt dus nog 13 maanden voordat je je geld terug kan krijgen. Nou ja, heel veel mensen hebben liever nu 200 euro dan over 13 maanden. En daar was dus ook heel veel discussie over ontstaan. Kijk, ik snap wel waar die regeling vandaan komt, want ze willen natuurlijk niet dat al die, al die festivals alsnog kopje ondergaan. En, en, en ja, het is volgens mij de regeling die uh, in, in leven is geroepen om dat soort faillissementen juist tegen te gaan. Maar. Je hebt natuurlijk wel een beetje recht als koper van een ticket voor een evenement om iets van. Ja, je hebt wel recht op je geld. En dat, dat heb je nu dus misschien wel 13 maanden lang niet. Dus uh, ik snap de, de, de outrage wel van de mensen. Um, dat gezegd hebbende, ja, persoonlijk, ja, weet je, ik vind het prima. Ik ga in 2021 toch wel naar Roadburn. Dan heb ik nu al mijn ticket afbetaald en ik heb het geld nu niet per se nodig. Dus. Dus in mijn persoonlijke geval maakt het me niet zo heel veel uit. Maar ja, ik, ik snap wel een klein beetje dat mensen daar over de zeik over kunnen zijn. Wat, uh, yeah. wat vind jij? Nou, ik heb ik, 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 inderdaad. Dus ik denk dat mijn persoonlijke situatie kan ik het aan. Maar ik denk dat dat ook precies de crux is van de discussie. Er zijn mensen die makkelijk een jaar kunnen wachten, of die het zelfs financieel aan kunnen, om gewoon 200 euro, gewoon dat, dat 200 euro aan het water valt. En dat ze daar niks meer van terugzien, dat ze ja. dat kunnen overleven. Ja. Maar er zijn ook gewoon mensen, en ik denk ook mensen die naar roadburn gaan, werken misschien wat meer in de culturele sector. Dat zijn artiesten. Stel je bent tattooartiest en nou, je kan niet eens bij mensen in de buurt om een tattoo te zetten. Ja. Je hebt voor de rest helemaal geen benefits aan geen enkele kant, want ja, je bent je eigen ondernemer, je hebt geen enkele verzekering daarvoor waarschijnlijk. Ja, dan is het feit dat je die 200 euro niet terugkrijgt een harde klap in je gezicht. Ja. Dus ik snap dat er mensen zijn die, zeker in relatie tot een festival, wat dan langer verplaatst wordt dan normale concerten. En waar ook meer geld mee gemoeid gaat dan normale concerten. En ook dat je heel veel andere concerten of onkosten nog maakt. Zoals dat hotel en je vlucht, die misschien allemaal niet doorgaan en die je voor niks geboekt hebt. Dan wordt het totaalplaatje wel heel erg duur als je al dat geld of niet terugziet. Of pas over 13 maanden als je dat geld nu nodig hebt. Ja. Tegelijkertijd denk ik ook dat als je kijkt naar een festivals dat je dan denkt van ja, het is wel leuk dat al die tickets nu volgend jaar weer geldig zijn. Maar een festival heeft waarschijnlijk al heel veel kosten gemaakt... überhaupt om de line-up voor dit jaar te organiseren. En die moeten nu weer extra moeite gaan doen om dat weer naar volgend jaar te tillen. En allemaal andere, er zijn al advertentiegelden zijn al gemaakt. Zeg maar, ik denk dat zelfs als we ons ticket niet teruggeven... Als, en, en dat we niet vragen om een refund of een voucher, dat die festivals alsnog het financieel ontzettend moeilijk gaan krijgen, want ze krijgen vanaf nu tot in de toekomst waarschijnlijk geen enkele nieuwe inkomsten. Als dus het festival is uitverkocht natuurlijk al helemaal niet. En niemand gaat nu een, daadwerkelijk een concertkaartje kopen, want iedereen die kijkt nog even de kat uit de boom. Dus zelfs dit hele systeem, met dit systeem, ook al klinkt het logisch, bewaar je ticket, denk ik alsnog dat dat... dat organisatoren zoveel extra kosten moeten maken... om de boel te kunnen verplaatsen... en dat ze geen extra inkomsten krijgen... dat ze in het ergste geval voor een deel van de mensen... over dertien maanden of whatever... wanneer ook nog geld terug moeten gaan betalen... nou ja, dan valt... Ik, 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 ja, ik, ik, ik zie niet in waarom dit ineens de magische oplossing is. Ik denk dat de situatie veel zwaarder is dan dit. Ja, ik, ik denk dat je daar inderdaad wel gelijk in hebt. Um... Het enige wat hier gebeurt is dat zeg maar, de problematiek naar de toekomst geschoven wordt. Zo van, oké, okay, uh, we zien wel hoe de wereld eruit ziet over vijf maanden en dan gaan we er dan wel over nadenken. Misschien krijgen we dan nog wat uh, subsidie van de overheid om een paar gaten op te gaan vangen of zo. Ja, zoiets. Maar dan ook dat weer, weet je wel. Want dan, hoe kun je zoiets weer doen dat, dat iedereen daadwerkelijk ook een, een, eerlijke, uh, een eerlijke prijs krijgt? Um, je hebt bijvoorbeeld zo'n festival als Roadburn is dan in ons, uh, in ons geval redelijk groot. Of nou ja, voor onze underground niche is dan een groot festival. Maar wat bijvoorbeeld zoals een Grindhoven, weet je wel, dat, dat is super klein. Dus hoe ga ja. je dat dan weer doen? Ja, dat wordt dan ook grotendeels gedaan door vrijwilligers en zo. En ja. Je ziet nu bijvoorbeeld ook dat uh, Pitfest, die hadden een, uh, een crowdfunding campagne. Die waren op zoek naar 5000 euro om de bronnen volgend jaar te kunnen tillen. Ja. Graveland heeft uh, hetzelfde moeten doen. Die crowdfunding-campagnes gaan redelijk goed. Maar ik denk oprecht dat, dat de poppodia waar wij vaak heen gaan. die gaan hier nog heel veel problemen mee krijgen. En ik zat er net even uh, te kijken op, het, uh, op Facebook, te scrollen. En ik las dat Eventure, een soort van uh, oproepkrachtbedrijf ja, uh, voor festivals. Dat die faillissement heeft aangevraagd. Dus ja, die zien ook de bijl hangen. Die festivals gaan allemaal niet door. Ze ja. hebben allemaal geen uitzendkrachten die ze aan kunnen leveren. Dat is al de eerste domino-steen die valt. Dus ik denk oprecht dat dat Bewaar je Ticket initiatief is iets om het onvermijdelijke nog even naar de toekomst te schrijven. Ja. In ieder ja. geval een klein beetje zekerheid. Maar ik denk als je tussen de regels doorleest. en even logisch nadenkt over de situatie. zoals wij hier altijd doen natuurlijk in Osmeer. Ja. dat dit gewoon. Uh, ja, een uitstelling van het onvermijdelijke is. Maar ik denk dat er daadwerkelijk de boel nog veel gimmiger gaat worden. Ik, ben, ik vind het goed dat dit allemaal ingesteld is. En er zijn opties en je kan vouchers krijgen en je kan wat doen. Sommige mensen zullen hierdoor een beetje getroffen worden. En dat is nou helemaal zo, want het leven is gewoon onvoorspelbaar. Ja. Maar, nou ja, het is niet een gouden oplossing. Nee, nee dat, dat denk ik ook niet. En het is ook inderdaad. Je hebt, we hebben het nu over festivals, maar ook ja weet je een festival uh, een festival is één ding maar de, ja, artiesten natuurlijk ook artiesten hebben ook al uh, je kunnen niet meer toeren. ja weet je geen inkomsten meer klaar uh, dus er dus zullen ook bands gaan sneuvelen in de komende maanden die gewoon simpelweg bands die failliet gaan die gewoon niet meer een band kunnen zijn omdat ze het niet omdat ze het nu fulltime doen en daarmee net kunnen rondkomen uh, en ja ja, ik denk dat er vooral bands zijn die van plan waren om binnenkort naar Europa te komen bijvoorbeeld, ja. die daar de vluchten hebben gehad en accommodaties hebben geboekt en dat geld krijgen ze ook allemaal niet meer terug en dat die dan daadwerkelijk grote problemen hebben. Dus je ziet ook dat er een aantal artiesten zoals Devin Townsend bijvoorbeeld, ja. die, had, die had ook een, een GoFundMe opgezet. Ja, en dat is toch best een grote artiest. Ja, ja, dat is echt niet de minste. En nee. ik moet ook zeggen, wat ik wel interessant vind ergens, is, is het idee. Oké, okay, ik snap dat er mensen zijn die hun baan hebben verloren. En als je in Amerika bijvoorbeeld je baan verliest, dan heb je ook geen uh, zorgverzekering meer. En dan heb je natuurlijk extra grote problemen. Maar als ik kijk naar mijn persoonlijke situatie, stel je behoudt je baan. al oh, mijn hobby's bestaan niet meer. Ja. Ik kan niet naar de bioscoop. Ik kan niet naar concerten. Ik zit ja. niet meer in de trein. Ik ga niet meer naar vrienden. Ik zit niet meer in restaurants of bars. Ik zit hier thuis op mijn handen en het enige wat ik heb is mijn nieuwe koffiemachine en that's it. Ja. Dus, dus ja, het is ook heel vreemd dat ik, ik, ik heb het gevoel juist dat ik meer spaar dan ooit, want ik heb niks om mijn geld aan uit te geven. <laughs> ja, ja, klopt. Ja. Nee, helemaal, helemaal waar. Ik, ik heb precies hetzelfde. Ja, ik drink heel veel nu. <laughs> <laughs> je bent een alcohol alcoholist met, je, met al je bierboxjes. Uh, ja, nee, serieus. Ik, ik, drink, ik drink veel speciaal bier nu. Dus, dus dat is mijn oplossing. Maar, en ik heb dan ook nog wel binnen huis nog wel wat wat ik kan doen. omdat ik uh, een beetje van games hou. Maar inderdaad, ik, ik kan ook niet meer naar concerten of films. of uh, even lekker een hapje ergens iets gaan eten. Inderdaad. Net zoals iedereen. En uh, uh, laten we laat ook niet zielig doen of zo. Maar. Uh, uh, nee, want nee, zeker niet. Er zijn mensen die het veel en veel slechter hebben dan, dan, dan dat wij het hebben. Maar um, ja, weet je, het, het, ja, al, dit, dit, is, dit is misschien nog pas het begin daarvan. En uh, ja, ja ik, zeker evenementen met meer dan 100 mensen hebben toch echt wel een probleem, denk ik. ik denk, minstens tot het einde van 2020. Dus, ja, ik ja. denk het ook. Ja, nou, uh, niet echt uh, leuk om te horen, maar desalniettemin wel de werkelijkheid. Dus, ja, uh, de bittere werkelijkheid. Ja. Zijn bittere tijden. Nee, hey, maar de werkelijkheid is de werkelijkheid, hè, Pim? De werkelijkheid is niet bitter. De werkelijkheid is gewoon de werkelijkheid. Het is hetzelfde met de tijd. De tijd is gewoon is ook bitter. En het is tumultueus en het is onzeker en het is bar en het is uh, bang. En nou ja, dat soort dingen. Ja, inderdaad. Heel veel bijvoeglijke naamwoorden. Goed, laten we dan doorgaan met iets dat misschien dan wel een beetje leuk is. Uh, uh, ja, muziektips. Uh, ja, hoe moeten, we, nou, moeten we dit nog even uitleggen? Of, uh, wat, uh? Ja, jij moet even het concept uitleggen. Okay. Wat, wat gaan we hier nou doen? Nou, uh, normaal gesproken doen we dus twee luistertips per aflevering. Uh, Pim en ik doen er alle twee eentje. En die doen we dan naar jullie, de luisteraar. Omdat wij denken dat het vette albums zijn die je moet horen. En die zijn ook vaak recentelijk uitgekomen. Va vaak wel, inderdaad. Uh, nu hebben we iets anders. We hebben luistertips aan elkaar. Het is namelijk zo dat. Pim en ik hebben heel veel muziek die wij luisteren, die de ander nog niet gehoord heeft. Uh, en ja, uh, de, 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 daar hebben we twee albums ge in gekozen, ieder, ieder twee. En die hebben we aan elkaar voorgelegd. Die hebben we alle twee geluisterd van tevoren. En daar hebben we alle twee een mening over gevormd. En wij weten niet van elkaar wat die mening is. Dus we gaan nu voor het eerst van elkaar horen wat we van de albums vinden die, die we hebben gestuurd naar elkaar. En als eerste, ja, ik denk dat we dan kunnen beginnen bij, bij jou, jouw twee albums. Ja, ik ben zo benieuwd wat jij ervan vindt, Niels. Ja. Oei, oei, oei. Om, om dan nog even het concept ietsje verder uit te leggen. We hebben geprobeerd een thema te vormen voor deze albums. Dus, dus de, de, de twee albums leven in één thema. We weten alleen niet van elkaar wat dat thema dan moet zijn. <laughs> dus of, of ik het thema goed heb, heb geraden, dat, dat zal dan blijken. En jij ook. Um, anyway, jij hebt, jij hebt twee albums gestuurd naar mij. Eentje is, of, nou ja, album. Het eerste album is eigenlijk een EP. Het is een demo. Uh, I Ate Everybody. En dat uh, is een demo uit 2007. En het tweede is All Shall Perish: The Price of Existence. Eh. Uh, moet ik eerst beginnen met wat ik van de albums vind, of eerst het thema? Wat, wat wil je als Doe maar thema en dan wat je van de albums vindt. Oké, okay, nou, uh, het thema is denk ik, uh, ja, dit is een ontzettend Toyota Prius, dus uh, <laughs> heel erg hybride. <laughs> ja, dit Kun je dat is, toelichten? Dit is, dit is Deathcore, toch? Kom op. Maar als ik dan, ik heb niet de, de lyrics helemaal terug, teruggezocht, maar ik denk dat er misschien nog wel iets meer in zit dan alleen maar Deathcore, want dat is, qua, qua sound ligt het heel erg daar. Maar als ik een gok zou moeten nemen, dan is het misschien wel, uh, ligt het thema misschien een beetje in de apocalyptische sfeer. Zo van de impact die mens heeft op de aarde en de onvermijdelijke vernietiging daarvan. Klopt daar iets van? Of, of heb nou, dat... ik, ik vind het op zich wel... Uh... Een hele leuke lezing van de realiteit. Ja. En het is maar goed dat ik mijn mond heb gehouden, want dat idee had ik helemaal niet. Mm -hmm. Maar uh, van, nou, nu je het zegt, hè, uiteraard, dat was precies uh, de bedoeling. De, die diepere laag aan de andere kant. Ja. Uh, voor mij was het inderdaad uh, puur dat, ik, dat het ging om wat uh, om deathcore. <laughs> ja, nou ja, ik weet ook niet. Ik, ik, dat, 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 dat thema, dat apocalyptische thema of de the impact van de mens, kwam een klein beetje terug in All Shall Perish. Ja, I inderdaad. Ate Everybody heb ik echt totaal niks van teruggezocht aan lyrics of zo, want het is niet te verstaan. Ik kan je inderdaad niet het uh, verstaan. Uh, nee, <laughs> nee, dat is, dat is behoorlijk uh, guttural uh, death growls en zo. Dus, uh, maar ja, voel je dat... je nou in de zeik genomen of niet? Zeg maar, vertel even, vertel, wat, nou, wat, okay. wat vind je van deze shit? Ik, ik voel me niet in de zeik genomen, want heel eerlijk, ik vind het best vet. Ik kan dit best goed luisteren. Oké, okay, ik zou even beginnen met uh, I Hate Everybody, dat is uh, die demo. Uh, nou, eerst wat opvalt, natuurlijk een lo-fi productie, heel logisch, want het is een demo. Uh, de, de snare sound klinkt echt als een woodblock. dat is echt niet normaal, zo, zo ontzettend ja, uh, vlak zeg maar. Um, het is, dit is niet blikkerig, het heeft wel een, best wel een dikke sound, zeker qua gitaar. Het het, voor een demo vind ik het best wel vatsig klinken zeg maar. En er zitten, ja, het is gewoon, er zitten bijna lachwekkend harde breakdowns in, echt niet normaal hoe hard die hakken. Uh, het eerste nummer, het, aan het einde van het eerste nummer zit er zo'n super dissonante, br brute breakdown op het einde. Die ze dan echt zo super traag spelen. En dan stopt de muziek even en dan hoor je zo'n kinderstemtje zo. You're dead to me. En dan nog één zo'n woodblock snare... en dan spelen ze <laughs> ja, nog, ja, nog la, la, uh, lomper en trager. echt <laughs> dat, Gewoon dat je gewoon bijna het lachen <laughs> bent. En je denkt, oké, okay, ja, dit is wel echt. Het ligt er zo dik bovenop. En er zitten ook allemaal van die Fight Club-samples uh, in... en zo'n en andere film-samples. Dus het is allemaal wel een beetje opzichtig. Maar ja, ik, ik, ik kon het best goed hebben. En uh, nou ja gewoon qua songwriting en zo vond ik het best wel tof. Dus uh, ja, ik vond het toch wel best wel een lachen, lachen tip. Dus wil je even daar alvast op reageren? Op die? Of moet ik even die tweede ook nog wel wat? Nee, nee, doe ik nog maar even voor Parish erbij. Oké, okay, nou, uh, Asia Parish is dan... Uh, ja, waar, waar, waar I Aid Everybody echt wel gewoon... Ja, uh, volgens mij een redelijk traditionele Deathcore is. Ik ben niet zo heel erg thuis in de Deathcore, daarom heb je mij dit ook waarschijnlijk gestuurd. Uh, maar... Uh, dit, dit is iets meer... Asia Parish is iets breder. Uh, het is meer, denk ik, een beetje geënt op MeloDeath. Dat hoor ik er best wel veel in terug. Uh, dus ja dit is dan ja, melo deathcore zou je het kunnen noemen of zo uh, er zit wat meer variatie in dus, dus ja dus je hebt ook stukken die je niet per se verwacht zoals uh, er zit op sommige stukken zit er ineens strijkers in zoals een prisoner of war uh, dat nummer en dan uh, bijvoorbeeld uh, there is no business to be done on a dead planet en dat nummer zit ineens zo'n zo Bas solo ik denk dat, dat zou Cattle decapitation of zo kunnen doen maar misschien zo'n band niet had ik niet verwacht en uh, in het laatste nummer, uh, The Last Relapse, dan, dan gaan ze ineens helemaal doomy. Dus dat vind ik ook allemaal wel, uh, wel vet. En er zit volgens mij ook toch wel best een scheut heavy metal bij. Gewoon, gewoon wel uh, ja, echt wel terug te horen dat er wel meer aan de hand is dan alleen maar die standaard uh, deathcore mix. Uh, ik moet ook even een dikke shout-out doen naar de vocalist. Ik weet niet of het één of twee vocalisten zijn, maar... De, 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 de vocals gaan echt van brutal guttural death growls... naar super high-pitched sc uh, screams en pig squeals zo. en zo. Dus, het zit van alles in. Echt, die, die gast heeft best wel een goede range in zijn screams. Um, of, of twee gasten. Ik weet niet of het twee gasten zijn of één gast. Maar uh, ja, best wel knap. En um, ik, vond dit, uh, ik vond dit album echt best wel vet. Ik, uh, ik weet niet waarom ik dit niet eerder heb gehoord... maar ik vond het best wel, uh, wel kicken. Dus ja, uh, yeah, The All shall Perish, The Price of Existence. Oké, okay. nou, ik pak hem even op. Ja. Uh, All Parish heeft één zanger. En dat is Eddie Hermida of zo. Die, die is nou een oh. zanger van, die is van Suicide Silence. Oh, ah, yeah. ja. Maar daarvoor zat hij in All Shall Parish. En dat was uh, ja, een veel betere band dan uh, wat Suicide Silence tegenwoordig is. Uh, ik heb inderdaad Deathcore aangeraden. En daar zit eigenlijk best wel een, een, een lange aanloop voor. Voor waarom ik uiteindelijk bij Deathcore kwam. Ja. De, de ene aanloop, ik heb een aanloop van meerdere kanten. De, de, van de ene kant was mijn aanloop het volgende. dat Ik zat na te denken van oké, okay, als ik nou uit de hoogte wil gaan doen over het gebrek aan kennis bij nieuws van de conventionele metalvormen, mm -hmm. Ja, waar begin ik dan? Dus toen ik ging nadenken over death metal bijvoorbeeld. Waar ga je dan, wat ga je dan tippen? En dan denk je, oké, okay, bolt thrower of cryptopsie. Of Morbid Angel. Allemaal van die dingen die gebeurden voor 2000. En nou ja, dan denk je, waarom doe je niet black metal? Dan zeg je oké, okay, dan knal je wat mayhem en wat emperor en, en, en whatever. En dus er was gewoon, Niels, ja. te veel conventionele <laughs> old school metal die je kon hebben. Ik wist gewoon niet waar ik moest beginnen. Ja. Dus toen dacht je, weet ik wat. Dat komt nog wel ooit een keer. Yeah. Uh, ho Hoe lang we ooit maar in deze lockdown zitten, dat kan ik altijd. Dan kan ik zeggen: joh, hier twee black metal tips. Of hier twee old school death metal tips. En whatever. Met wat personal favorites erbij. Misschien wat necrofagist of zo. Whatever. Maar toen dacht ik: wij hebben best wel vaak in Osmium erover gehad. dat wij naar nu metal luisterden. Ja. En dus wij hebben gemeen dat we naar Slipknot luisterden. En Limbiskit en Korn. en allemaal van dat soort onzin. Ja. En wat daarna kwam voor mij. Was metalcore en deathcore. Ja. Maar ik heb het gevoel dat jij niet helemaal meegegaan bent in de deathcore en metalcore trend. En ik ben dan uiteindelijk via de metalcore en de deathcore meer naar de hardcore en de punk en de hip-hop en allemaal andere genres gegaan. Maar het is dus eigenlijk, is er voor mij een zwart gat in, in, in ik was een empiricon-kind. In 2010. Ja. En wat was nieuws? Wat heb jij gedaan in die tussentijd? Toen, toen die deathcore en metalcore groot was. Wat deed jij? Waar luisterde jij naar? Ja, ik, dat klopt inderdaad. Je hebt helemaal gelijk. Ik ben niet verder gegaan dan na nu metal. Ik ben niet toen dieper de metal ingedoken. Toen heb ik eigenlijk een beetje een zijspoor genomen. En toen ben ik eigenlijk wat meer naar de, de mainstream rock acts en zo gaan luisteren. Dus dan, dan krijg je een beetje die, uh, de, de, de Queens of the Stone Age en... Uh, uh, ja, dat het spul allemaal, weet je wel, de, de, de wat meer uh, populairere acts. En ja, ik weet niet waarom, maar ik. Uh, ja, ik weet niet. Nu metal was toen, kijk, toen Nu toen metal groot was, was het echt fucking nieuwtje Dat is wel, laten we niet vergissen, dat is een van de allerpopulairste metalstromingen ever. Gewoon. Want ja, dat willen we niet toegeven, maar dat, dat is wel. Maar dat is gewoon <lang> wel echt waar, weet je wel. Het, ja, het, het is bizar hoe groot Korn was in, in, in de hoogtijdagen, weet je wel. Ja, dus, ja. Of in biscuit. Ja, precies. Dus eigenlijk, min of meer ben ik gewoon het pad van de mainstream blijven bewandelen. Mm. Alleen, me, alleen nu met al is out of fashion geraakt. En ik ben een ja. beetje die kant in blijven. En dan, ja, dan kom je vanzelf op dingen, wat ik net zeg, als, als Queens of the Stone Age en whatever dan ook, wat, wat er in die, in die hoek allemaal zit. Dus jij, was, dus jij was, zeg maar, de bezoeker van Pink Pop en Rock Werchter die het nog wel kon hebben dat Limbiscuit of corn ook één keer op zou treden in die drie vier dagen van dat festival. Ja, ik ben... en, 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 ja en voor de rest gingen naar Pearl Jam en naar Arctic Monkeys en allemaal ja. van dat soort dingen ja oké oké ja zeker nou, dan komt er even een, een, de monkey uit op de sleeve ja, en zo Arctic monkey uit op de sleeve ja zeker zo dan ja 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 dus, dus, okay. ja, dus inderdaad ze dus ben niet meegegaan dus dus Deathcore is, is, is vrij, uh, ja, vrij onbekend terrein voor mij moet ik zeggen ja want voor mij was dat echt de logische stap dus, dus als ik zeg oké okay, uh, Limbiskit en Korn en zo toen ging ik daarna naar Chimera uh, Soil work die toen melodischere dingen deden mm -hmm. en uh, in flames wat meer van die melodische alt metal ja ja en in die zin kom je eigenlijk best wel snel uit bij bands als Parkway Drive en zo ja. en, en 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 dus en dan ga je als je eenmaal dat empiricon gat induikt... dan kom je uit bij nou ja verschrikkelijke bands zoals Amur... Ja. en en dat soort dingen ja, 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 ja. en nou ja dus dus, dus <laughs> ik gleed daar helemaal in en en daarom was voor mij na nu metal de core zo'n logische vervolgstap en uiteindelijk kom je via ImperiCon dan ook in aanraking met wat meer hardcore-achtige bands en daarom kwam ik meer op groesrock terecht en meer in de conventionele hardcore ja, en zo ben ja, ik verder ja. gegaan maar daarom vond ik het wel leuk om een keer wat deathcore voor te schoten omdat dat voor mij zo'n heel erg duidelijk post nu metal tijdperk was waarbij het heel duidelijk was dat wij allebei naar nu metal luisterden maar ook duidelijk was dat we niet in die ImperiCon wereld doken dus ja. daarom vond ik het leuk om een keer iets voor te schrijven uit de deathcore-hoek. Ja, nou, het is zeker geslaagd. Want ik, 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 vind het, uh, ik vind het alle twee echt wel vet. Ik heb ook wel... Weet je, ik, ik, weet, ook, ik weet ook wel dat, dat deathcore over het algemeen... toch wel een beetje kritiek krijgt. Niet zo heel erg veel als, als nu metal... maar toch ook wel een beetje zo'n uh, zo vies, vies woord is geworden. Ja, zeker. Uh, maar volgens mij komt dit allemaal nog uit het tijdperk... dat dat allemaal nog niet zo heel erg zo was. Dus dit is geloof ik 2006 en 2007 zijn deze dingen nou uitgekomen. Dus ja... Misschien voordat het zeg maar een beetje de, 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 de afgrond inging of, of zo? Nou ja, ik, ik, wat, 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 en, en toen ik er helemaal over na ging denken... over waarom dit deathcore dan nou juist leuke tips waren... toen ging ik inderdaad nadenken over de type bands die je dan kan tippen. En mijn idee was inderdaad, zoals je zegt... is, is deathcore en metalcore zijn echt een vies genre. En dat ja. was ook destijds met nu metal zo inderdaad... dat de, de elitaire metalheads... Die al 20, 30 jaar in het genre zaten. Die keken daar vies naartoe. Zeiden, eh, wat doen die kindjes met die tunnels? En die trendy t-shirts en al die confetti shit. En, uh, en, 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 en vreemde kleuren. En van die machinale breakdowns, en bass boosts en zo. Dat gaat allemaal nergens over. Dit is geen metal. En wat je eigenlijk ziet, is dat er dan altijd op een gegeven moment een soort van revisionisme ontstaat dat er een herwaardering is voor nu-metal. wat ja. je nu ziet ja, dat Code ja. Orange, die gaan nou weer nu-metal elementen incorporeren in de muziek, omdat dat de mensen zijn die nu wat ouder zijn, die bepalen nu wat meer wat cool is. De nu-metal luisteraar, hè, die is nu bijna 30 of 40. Ja, ja. En die, die is nu de old head. En yep. die kan nu tegen alle kindjes zeggen die naar de verschrikkelijke metal luisteren, dat Slipknot vroeger wel echt een metal was. Maar vroeger was Slipknot ook gewoon ja, ja. metal waarop werd gespuugd. Ja, Vanuit ja. de hoge hoogte. Ja. Dus daarom vind ik dat wel grappig. En, en, en dus, om wat herwaardering te kunnen geven aan het genre, is, is denk ik het wel leuk om iets te tippen als. Uh, als your parish wat gewoon heel erg technisch is, het is haag te technische death metal, en je in datzelfde genre kan je iets noemen als After the Burial of The Contortionist, zeker de eerste platen tegenwoordig is dat meer prog metal, maar de eerste platen is echt deathcore, De Spiced Icon, the Faceless, Born from Osiris, zijn echt wel bands die, die wat technische dingen hadden in dat genre. Dus ja, deathcore had een heel erg formulairese, uh, ja, slechte reputatie, en er zijn ook zeker bands zoals Suicide Silence en, en, en dat soort bands die gewoon daadwerkelijk heel erg is te weg. Te werk gingen, maar er zijn ook daadwerkelijk goede technische bands. En al Show Parish is een van die bands waarvan ik denk dat die daadwerkelijk een van de beste waren, die nog steeds heel erg luisterbaar zijn, ja, maar tegelijkertijd was ik ook zo'n kind wat daadwerkelijk helemaal hard ging op van die hersenloze breakdowns. Ja, en wat je hebt, en, en dit is wel grappig, is dat wat je ziet bij black metal nu is dat de echte cult black metal luisteraar die hebben allemaal van die dingetjes van ja, dit solo-project. Is opgenomen door een of andere verkrachter uit fucking Colorado of zo. Ja. En die heeft één project opgenomen. En die had toen bij een concert een Nazi salute gedaan. En nu bestaat zijn label niet meer. En nu hebben we nooit meer iets van hem gehoord. Maar deze allereerste demotape met een drumcomputer. En tien lagen ruis en een, uh, een oplagen van 6.66 uh, tapes. <laughs> dat ja. is echt. De top ja, ja. en de peak van black metal. Terwijl vaak die black metal super is, rehashed is van de first wave. Of nou ja, second wave dan uit Scandinavië. Ja. En het mooie is dat met Deathcore kan ik ook zoiets aanwijzen met een band als I Everybody. Dat is een band. Niemand kent die band. <laughs> dat is een fucking demo 2007. Die band heeft het nooit verder gebracht dan een demo. Ja. Maar het is gewoon ook voordat die hele wave heel erg groot werd, dat was meer 2009, 2010 en zo, zeker sinds Suicide Silence uh, ja. die platen uitbrachten. Maar hier kan je ook gewoon, wat is een cultaanbeveling binnen het deathcore-genre? Nou, ja, dat is zo'n demos I It Everybody. Het staat niet op Spotify. Hè? Je kan het luisteren op MySpace. Zeg maar, dat is gewoon. Ik dacht, hè, als black metal nou cult is en als deathcore tegenwoordig ook geen vieze woord meer is, is, gedachte-experiment. I Ate Everybody dan niet hè, die, die gouden 6.66 tape oplagen Deathcore band... als equivalent van de, van de cult black. Ja, ja, nou ja, op zich... Uh, ja, dat zou best wel eens kunnen, want het, het klinkt wel... Kijk, uh, Deathcore is altijd redelijk gestileerd geweest, heb ik het idee. Het is wel redelijk high, uh, high profile qua opname techniek en zo. Uh, ook natuurlijk opgekomen in een tijd waarin, waarin laptops steeds beter werden... en steeds meer ingezet werden voor het opnemen van spul. Dus er is nooit echt een super lo-fi uh, deathcore sound geweest, denk ik. Maar als het dan toch een klein beetje lo-fi zou moeten zijn... dan denk ik dat I Ate Everybody wel daar een beetje in die, in die hoek zit... die het echt, zeg maar. En het is ook... Wat, wat het ook is, is... Het is heel puur, heb ik het idee. Want het is echt hardcore en death metal gewoon. Dat, dat ja. is het. Er gebeurt ja. verder geen toeters en bellen. Niks, niks meer. Gewoon dat. Ja. Dus, dus dat is wel... Ja, dus inderdaad. Wat dat betreft is het een heel erg soort van... Uh, dit is echt... Echte deadcore, weet je wel? <laughs> dus ja, de ja, ja, vet. Oké. Okay. Ja, dus daarom, was mijn, daarom vond ik het al uh, leuke tips. Ja. ja, zeker, absoluut. Nou, ik, uh, ik, ik, ik vind ze alle twee erg vet en uh, ik denk dat ik die wel, die wel vaker ga luisteren. En ja, nu ik dan toch een beetje dat genre in ben gerold, uh, hè, uh, moet ik misschien toch ook maar eens uh, wat meer uh, in die hoek gaan luisteren. Ja, oké. Okay. Nou, top. Nou, oké. Okay. Dan uh, door naar mijn, uh, <laughs> mijn ja. tips. Nou ja, wat ik kreeg uh, voortgeschoteld door Niels was uh, The Now Dowboys met Dion Mars. Uitgekomen in 2019, vorig jaar. Uh, ik heb even gespeakt in jouw jaarlijst. Jij tipt mij iets wat niet in jouw jaarlijst stond. Klopt. Of dat je het weet. En uh, Melt Banana met Fetch. Yes. Um, nou ja, de ene band maakt mathcore en de andere band doet soort van noise rock. Mm -hmm. Slash whatever, er allemaal bij komt kijken. Ja. En ik moet beginnen met deze... Inleiding eigenlijk door te zeggen dat het een beetje cru is dat Niels een man met een hersenschudding, MAFCOR en Noiserhoek voorschrijft. De dokter zegt dat ik geen muziek mag luisteren. Ik krijg deze fucking takkerrie op mijn dak. Wat moet ik hiermee, man? Jezus, jongen, het is. Zitten met overstuurde gitaren, Japans geschreeuw, Nee, niet Japans, maar in ieder geval geschreven door Japanners. Zeg maar. Nou ja, ja. Dus, 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 dus daar moet ik even mee beginnen. Hè, Niels, touché. Slow, clap. Sorry, Sorry. Goed gedaan. Ja. Uh, maar goed, dus het zit een beetje in de, in de chaotische hoek. Ik heb niet, uh, in conceptueel opzicht heb ik niet per se uh, dieper geduikt dan dat. Ja. Uh, ik heb ook uh, mijn, mijn uh, wat meer verheven: uh, waarom is dit nou interessant? Uh, invalshoek. Zoals altijd. Hè? Want als je een echte metal-liefhebber bent of een muziekliefhebber. dan zeg je dat uh, ja, deze underground-aanbeveling is helemaal niet zo underground en helemaal niet zo cool. Dus die, die boodschap uh, heb ik zeker. Uh, maar ik denk dat, hè, dus als we het hebben, oké, okay, wat is het concept? Waarom is dit aangeraden? Dit zijn een soort van Noise Rock-achtige, ruizige aanbevelingen, uh, denk ik. Reactie? Ja, mag ik, mag ik het thema uit de doeken doen? Of, uh... ja, of, of zit ik er compleet naast? Nee, nee, je zit je een zit... soort van Easter Egg Hunt en moet ik nog nee, even nee, in de nee, andere nee. kamer gaan zoeken? Nee, je zit, je zit, je zit redelijk in de buurt, toch? Uh, nou, ik, ik dacht. Zitten allemaal in quarantaine. En dit betekent dat je misschien wel dagenlang niet naar buiten gaat. En nou ja, dan kan het zo zijn dat langzaam maar zeker de muren van je huis een beetje op je afkomen. Mm -hmm. uh, Queen maakte ooit het nummer I'm Going Slightly Mad. Nou goed, dat dus. Uh, en, to, en toen dacht ik, nou laat ik nou eens twee platen kiezen die een beetje, een beetje dat gevoel wel voor me uh, vangen. Uh, platen die misschien kunnen. Bestempeld worden als onvoorspelbaar, crazy, misschien wel een beetje schizofreen, uh, dingen die je misschien voelt als je, als je een beetje ja, gek aan het worden bent. Dan had ik eigenlijk, eigenlijk had ik daarvoor Strapping Young Lad willen kiezen, maar ja, die heb je natuurlijk al gehoord. Nee, het ligt aan welke plaat? Ik heb alleen die klassieker van ze gehoord. Ja, die, die was dat City of Alien? City. Ja, volgens mij is City wel die ene die echt heel erg... Uh, maar de insane. laatste keer dat ik daarna geluisterd heb, Niels... <laughs> dat is misschien wel tien jaar geleden, hoor. Ja, oké. Okay, nou, goed. Maar dat, dat, die, die plaat vangt wel heel goed het, uh, de sound van, uh, van iemand... die, uh, 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 die zijn com complete verstand aan het verliezen is. Uh, maar goed, die, die, uh, ik had zoiets van... die heb je vast wel gehoord. We, daar hebben we dan een keer eerder in een conversatie... buiten deze podcast over gehad. Dus ik dacht, laat ik dan iets kiezen... wat je misschien nog niet hebt gehoord. Uh, dus, dus daarom deze twee platen. En uh, heel eerlijk, ik, ik moet zeggen dat ik. <laughs> ik had even niet in mijn hoofd. van. Ja, hoe gaat Pim dit nou. Uh, met zijn hersenschudding allemaal. <laughs> hoe gaat dit nou allemaal. Uh, uitpakken? Dus. Maar inderdaad, de bijkomstigheid is ook nog eens een keer. dat je een hersenschudding hebt. waardoor dit waarschijnlijk. een redelijke overload. aan prikkels kan ja, zijn. Ik, ja, ik zat in de vorige aflevering. lekker uh, rustieke. Uh... Deep House of zo uh, was ik aan het tippen -ambient. met mystieke uh, <laughs> elektronica. Ambient, elektron ambient House. <laughs> nou ja, ik moet zeggen dat ik toch liever luister naar iets als The Callous Dow Boys dan Strapping Young Lad. Ik heb overigens even in mijn last pagina gekeken dat de laatste keer dat ik daarna luisterde was inderdaad City in 2011. Ja. Dus uh, dat is uh, in, de in het Empiricon Deathcore tijdperk. Mm -hmm. Dus ik, ik denk dat ik zeker dat aan een, een herevaluatie... Uh, zou moeten voldoen voor mij. Ik denk dat ik dat zeker even ga checken, want ik ben inmiddels in muzikaal opzicht uh, veel verder. Mm -hmm. Maar ik heb over het algemeen wel een beetje een hekel aan industrial metal, dus, en zeker Devin Townsend. Dus ik denk dat ik Trapping Younglet ook verschrikkelijk zou vinden. Mm -hmm. Maar goed, die tips. Ja. Um, even inhoudelijker daarop denk ik dat Melt Banana het interessant is van wat er getipt wordt in, ja. in The Grand Scheme of Things. Absoluut. Dus dat is een Japanse noise rock band mm -hmm. die doen het al zo lang als dat ik besta. Ja. ongeveer echt 1993 of zo ja. en dat is heel erg gaaf ook omdat ze ja heel erg underground zijn je houdt wel van Japanse dingen ja. je bent naar Japan geweest je houdt ook van games en ik heb gelezen online veel van de muziek is geïnspireerd door games of hoe de songwriters zich voelen wanneer ze bepaalde spellen aan het spelen zijn ja. dus dat er daar daadwerkelijk uh, is is het voor jou een hele persoonlijke tip ja Um, en ik, nou ja, oké. Okay, dus het is noise rock. Ze hebben samengewerkt met uh, Nepal Death en met Merchbouw en zo. En, nou, ik ben ook fan van bands als Discordance Axis. Dat zijn allemaal dingen die je hoort als meld genoemd wordt. Dan hebben ze het over noisecore en en een beetje grindcore en noise rock. En dat is helemaal je ja, up your alley. En ik ik zou dit op papier dus ook helemaal geweldig moeten vinden. Ja. Al is het alleen al voor de novelty zo van kijk eens hoe gek dit is, want ja, Melt Banana klinkt ook gewoon zo van kijk eens hoe gek dit is. Ja, het is een beetje, je luistert het haast niet voor je plezier, maar je zet het op zo van check dit dan. Ja. Wat, 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 wat is dit dan? Ja, ja. En, en dan denken we dat baby metal gek is. Nou ja, hup, 25 jaar voor baby metal bestond ja. Melt Banana al, en die doen het nog steeds op deze manier. Ja. Yes. Um, dus ik moest naar Fetch luisteren. Dat is de meest recente plaat. Die is volgens mij iets van 2013 uitgekomen, geloof ja, ik. Ja, klopt. Um, ik heb ook geluisterd naar de plaat daarvoor. Selfscape of twee platen daarvoor. En naar Charlie. Mm -hmm. uh, nog een plaat daarvoor. Dus ik heb drie albums gecheckt uh, voor mijn daadwerkelijke uh, onderzoek. En wat ik gaaf vind, is dat ze dat geluid wat ze hebben op die, die nieuwste plaat van 2013, dat het die Charlie plaat van 20 jaar geleden ook zo klinkt. En als je terugdenkt aan hoe de muziekwereld eruit zag 20 jaar geleden, dan is het al helemaal vreemd. Uh, dat, dat die band kon bestaan. Ik denk, ja. als je nu luistert naar Melt Banana... dan is het niet zo gek meer. Maar dat komt omdat er bands bestaan zoals The Armed. En tegenwoordig luisteren we ook naar Auto Bokeh Beaver. Juist. Of hè, dichter bij huis Cocaine Piss. Maar ik denk dat Melt Banana... Uh, als je het even wat meer contextueel ziet... verdient extra waardering. Ook al klinkt de muziek tegenwoordig niet meer zo gek... is dat werkelijk wel echt een hele belangrijke, innovatieve band geweest... binnen de rockachtige hoek. Dus uh, ik kan het zeker waarderen... Ook al laat het me volledig koud, er ja. is niks waar ik me aan vast wil klampen. Zijn dus waar ik luister naar, en ik denk: oké, okay, ik hoor allemaal verschrikkelijke geluidjes en dingeltjes en bla bla bla. En ik denk: Nou, dit is helemaal nieuws. Ja, en ik zou het ook vet moeten vinden. En ik vind het van een afstandje vet, maar, maar ik, ik ja, zou ja, ja, er nooit een LP van kopen. Ik snap, ik snap je die, die insteek, snap ik inderdaad wel. Want dit, dit ik kan ook niet alles uh, wat, wat, compleet bad shit, banana bonkers, crazy is zo, zo waarderen als deze band, maar iets in deze band. Misschien is het de Jap Japanse insteek, of misschien is het de ja, toch gewoon die, op een of andere vreemde manier een beetje catchy, meisjesvokalen die bijvoorbeeld baby metal ook heeft. Maar dan, maar dan in, de, in de context van, van, van noise rock. Dat ik het dat daarom meer kan waarderen of zo. Maar ja, ik snap helemaal waarom je dit niet zou kunnen, zeg maar, omdat dit jou minder doet. Daar, 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 hoef, ik niet, daar hoef je niet... Ja, logisch. Dus ik snap maar als het. dit geboekt zou worden voor Grindhoven ja, of ja. Complexity Fest, dan zou ik wel gaan. Absoluut. Live is dit volgens mij heel vet. Het is wel grappig trouwens dat je dat zegt, want deze band is ooit begonnen als een kwartet, meen ik. En door de jaren heen uh, zijn ze... Volgens mij hebben ze vier of vijf verschillende drummers gehad... En, ja, ik, uh, ja ik zag dat in, op Wikipedia. Ja, en ja, in, inderdaad. En een bassist hebben ze ook nog een tijd te lang gehaald. Die is in uh, 2003 of zo is die uit de. Ik weet niet precies. In ieder geval. Redelijk, uh, redelijk recent nog uit de band gestapt. En ze zijn gewoon als duo verder gegaan. Ze treden nou op met een drumcomputer. Ja. En natuurlijk uh, 100.000 lagen met uh, midi-geneuzel uh, achter zich. Maar uh, de, de gitaareffecten zijn wel allemaal live. Dus hij heeft ook een mega pedalenbord staan. En hij, hij doet dit allemaal wel, uh, probeert het live wel zo goed mogelijk na te bootsen. Um, en ja, die zangeres die zingt, that's it. Dus ja, dat is <laughs> ja. dus het enige. Dus uh, ja, ja ik, ik, ik denk dat het een, sowieso qua stage presence ook wel een aparte band is om te zien. Ja, een beetje agoraphobic nosebleed of zo. Die hebben ook zo'n trimcomputer erbij. Ja, ja. Um, ja, eens. Dus, dus ik, ik, ik vind het heel vet. Dit is echt zo'n zo tip voor... Ja, het is echt zo'n tip zo van, weet je, waar oh, jij nou eens naar moet luisteren... wat je nog nooit gehoord hebt, <laughs> ja. meld banana. Ja, en dan is het, maakt het niet uit. Zeg maar, je, je gevoelens zijn niet gekwetst... als, als iemand zegt dat hij er niks mee kan. Maar nee. het, ja, het is gewoon... Het is een hele gave tip om iemand uit te delen. Dus ik ja. zou ook zeker zeggen tegen onze luisteraars, check het eens. En uh, ik neem het je niet kwalijk als je het binnen een minuut weer afzet. Maar nou ja, iemand met hersenschudding kan er wel helemaal naar luisteren. Dus ja. uh, waarom jij niet? Ja. Dan moet ik zeggen... Dat ik een wedervraag heb, en dat is waarom je dan niet luistert naar Death Grips of naar Hella. Want Death Grips, hè, heb ik al heel vaak gezegd, is van, ja. die, van die vreemde industrial hiphop. Ja. Maar die drummer van Death Grips zat vroeger in de noise rock band Hella. En dat zijn ook echt van die batshit crazy drumpatronen en chaotica en zo. En dus als je een keer met Hella begint, en als je inderdaad het idee hebt dat hiphop altijd voor degenerates is... Luister dan naar Hella en luister dan naar een paar platen of nummers van Death Grips. En dan snap je misschien dat eigenlijk Death Grips ook gewoon een noise rock band is. En dat die dus ook in jouw smaakprofiel valt. Ja, nou, ik moet zeggen, ik, ik heb uh, wel het idee dat, dat Death Grips mij zou kunnen bekoren als ik echt een beetje mijn best zou doen. Uh, maar ja, iets, iets aan die, ja, die hip-hop vibe is gewoon niet voor mij weggelegd. Maar inderdaad, als ik dan toch zoiets zou moeten, iets in de hip hoek zou moeten kiezen, dan zou ik denk ik Death Grips wel, wel het meest kunnen waarderen, ja. omdat dat eigenlijk bijna, uh, ja ik heb, ik heb die, uh, the money, Story. money store, money store. Die, ja die heb ik een aantal, uh, aantal keer, twee keer of zo ook die geluisterd. En ik moet zeggen dat, dat wat ik vet vond aan die plaat was dat de de vocalen zijn bijna een extra percussie instrument. Ja. En, en, en worden bijna niet gebruikt als. Ik bedoel, er zitten wel vette lyrics in of zo. Maar het is, het is ook een extra instrument dat ritme verzorgt. En dat ja. is. Dat vind ik heel vet aan, aan, aan deathcraps. Dan dat, dat moet ik wel zeggen, ja, omdat er dus niet de, de, de knuerhaarde gitaren in zit, is het altijd voor mij. <laughs> klinkt heel gek, maar het is voor mij altijd nou ja, even wennen. Ze hebben dus platen wel met echt knueharde gitaren. Ja. Zoals bottomless pit en zo. En ik denk ook, ze hebben voor iedereen wat wil. Ze hebben heel veel glitchy platen, waarbij ze alleen maar beats hebben gemaakt van Bjork samples. En ze hebben daadwerkelijk echt een beetje meer de hip hop mix achtige vibes en zo. Heel veel noise rock soms. Dus, en ook wat jij zegt over Melt Banana, is ze hebben die. Poppy structuren af en toe. Deathcrips kan, kan ook heel erg poppy en heel erg aanstekelijk uit de hoek komen en toch heel gefragmenteerd en chaotisch. Dus ik zag wel parallellen met Melt Banana en Deathcrips. Dus daarom, ja. Uh, ja, daarom is het wel cool om dat uh, nog even te noemen. Zullen we het dan nog even hebben over de Kellis Dowboys? Ja, ja, ik denk dat die iets korter is, maar uh, ja, go. Nou ja, ik kan hier even over binken, hè? Want dan zeg ik, waarom moet ik hier naar luisteren? Ja. Wat is hier te ontdekken? Ja. Er zijn veel jonge bands die tegenwoordig de dunnetjes Escape Plan, Every Time I Die, de Chariot, Norma Jean en dergelijke kopiëren. Mm -hmm. Soms met wat eigen flair, soms volledig derivatief. Ja. Uh, ik kon er tien jaar geleden geen genoeg van krijgen. Zoals The, The Arm destijds ook gewoon uh, hele inwisselbare Every Time I Die core bracht. Vorig jaar hadden we De Nietzsche. Ja. Waren we allebei fan van. Ja. En ik vind, als je luistert naar de Kellis Dowboys, dan, dan kan je zo. Alle genre tropes van de mathcore kan je afvinken. Dus je hebt van die breakdowns die overstuurd zijn. Die je lekker... Hè, zo in Fake Dinosaur Bones bijvoorbeeld. Dat is van die chaotische hardcore uh, spoken word stukjes in Control Crucifix. Dat is 100% de chariot. Nou ja, het, wat is er dan daadwerkelijk nog iets met een eigen smoel in deze muziek? Nou, er komt af en toe een saxofoon doorheen. Uh, of er is af en toe een A day to remember pop-punk song zoals in Blackberry Delorean. daar kan ik op zich wel van genieten, maar zelfs de nodige zelfspot qua songtitels en spoken word interludes af en toe die er tussendoor komen, die zijn ook ontzettend stereotyperend voor wat mathcore is. je neemt jezelf niet al te serieus terwijl je toch hele flashy technische gitaar en time signatures doet en zo. dus ik kon hier heel erg van genieten, want dit is muziek waar ik heel veel naar geluisterd heb. En omdat The Chariot bijvoorbeeld niet meer bestaat en de deur escape Plan en zo, is het heel erg vet dat er jonge bands zijn die dit ook weer doen. Maar het is niet alsof hier nou daadwerkelijk nieuw leven geblazen wordt in een genre met, 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 met vernieuwing of zo. Terwijl Melt Banana dan zo'n ja, aanbeveling ja, ja, ja. is waarbij hè, al 25 jaar lang grenzen verlegd worden. Heb ik de Kellis Dowboys is dus zoiets van ja, oké. Okay. Je heb een tip voor de zoveelste agnostic front rip-off of zo. En dan in dit geval de zoveelste Dillinger Escape plan en de chariot rip-off. Ja. Nee. Wat, uh, hè, but, uh, dat was een beetje mijn verheven, mijn verheven oordeel. Maar ik kon er echt, ik heb hier meer naar geluisterd dan Mel Banana. Ja. Dan die plaat van Mel Banana, omdat ik ja, hier toch meer plezier van, van ja, krijgen, ja, zeg maar je ja, ja. zou ook daadwerkelijk een, een, een LP'tje van kopen. Dit is, dit is meer luisterplezier dan meld Banana. maar meld ja. heb je meer respect voor omdat het iets daadwerkelijk iets meer onderscheidend is. Dus ja, ja, ja. Nou, de, uh, ik snap het helemaal. De enige voor mij, voor de Kellers Double Boys, de, de enige lichtelijke onderscheidende factor die die band heeft, is uh, humor. In de ja. zin van dat als ik naar de Escape Plan luister, dan denk ik niet dat, dat, dat hun een. Een stuk in hun muziek stoppen waarin een gast een steak bestelt in een restaurant. En dat, yeah. dat doet deze band wel. Dus ja, uh, weet je, dat, dat stukje vond ik dan nog wel lachen. Uh, maar goed, in feite heeft Evertanger Die... ook heel veel humor in hun, uh, in hun lyrics yeah. zitten. Vooral I know the strippers real name. <laughs> ja, yeah. nou ja, goed. Dus, dus ja, in dat opzicht, nee, niet, niet per se heel nieuw, inderdaad. Uh, maar ik vond, het, ik vond het gewoon wel. I don't know. Soms dan heb ik gewoon zoiets van... weet je, de Escape Line is niet meer. En dat is, een, dat is een adellating wat mij betreft. Ik vind het wel respectvol. Ik heb heel veel respect voor dat die band zegt... na vijf albums, weet je wat, we kappen ermee. Want we hebben alles wel gezegd. Kan ik heel erg ja. waarderen. De koek is op. Dus we willen niet uh, met als 50-stel... stel kreupelig gasten... nog uh, een, een trailer vol staan laden met instrumenten... als we weer eens een keer op tour gaan. Top. Plan stopt er dan mee, en ja. uh, ik vind het dan wel lachen dat zo'n zo band als de Kellis Dowboys dat overneemt en probeert een beetje daar uh, ja hun eigen twist aan te geven, ook al lukt ze dat niet 100%. Maar uh, ja, dat uh, kan ik dan wel waarderen. Ja, want ze weten in ieder geval zelf dan ook dat het niet 100% lukt. Dat hoor je dan ook weer terug in de muziek. Zo van, wij zijn de band die in 2020 niet meer bestaat. Ja. En je wil het misschien aan je vrienden aanbevelen, maar dan ben je alweer de naam van de band vergeten. Dus dan maakt het <laughs> ook allemaal niks meer uit. Ja, precies. Ja, dus, dus inderdaad die humor dus. En uh, ja, ja ik, soms heb ik hier gewoon zin in. En dan, en dan zet ik dit op. En, en ik moet ook wel zeggen dat ik, ik heb deze... Um, deze plaat erbij gepakt, omdat ik dacht, nou, om dan toch in het thema te blijven, dit was iets wat ook weer een beetje die schizofrene vibe heeft, waar, dat je af en toe niet weet waar het dan naartoe gaat, weet je wel, onverwachte wendingen en zo. Ja. Um, dus, dus daarom heb ik deze plaat gepakt, maar op, de, op, ja, eigenlijk op dit gebied uh, komt er niet zo heel veel meer uit tegenwoordig, vind ik. Ja, klopt. Ben ik het dan mee eens. Maar nou ja, er wordt wel chaotische en metcore-achtig gemaakt, zoals mm -hmm. Veen en Codorn, maar, dat noemen we bijna ja. elke aflevering wel. Maar dan heb je daar ook heel veel uh, Gift from God en zo, zijn maar. Er zijn een aantal van dat soort bands die meer, ja, een beetje die jaren negentig met doen. Ik denk in het impericon-tijdperk had je meer inderdaad ook van die grappige bands, van die jokey-achtige, chaotische bands. Denk je bijvoorbeeld dan aan Wrestle the Bear Ones. Ja, ja, ja. ja. Uh, daarvoor had je nog Horse The Band. Dat was meer 8-bit met elkaar. Dus dat was echt uh, met, met heel veel van die synthesizers. In Nederland had je Harry Macht Kinderfro. Uh, <laughs> Ja, echt. En die moest uiteindelijk een naam veranderen op last van dat uh, van snoepjesmerk. Dus uh, nou ja. Ik vind het leuk inderdaad dat dit dan uh, teruggebracht wordt. Ik had ooit een keer uh, een paar jaar geleden in Nijmegen in Roosje bij een concertverslag was Neurosis, geloof ik. Stond er in het voorprogramma Torrential. Dat is een band volgens mij uit Groningen. wat ook een beetje dan van die Evertime I die achtige chaotische. metalcore brengt of terugbrengt. Ook al wordt het niet heel erg grensverleggend gedaan, het is gewoon leuk om te weten dat er mensen zijn die. Net als ik in de post empiricum vacuum ook naar dat soort geotive metalcore luisteren. En dan nu daadwerkelijk van dat soort bandjes beginnen. Ja. Ja, maar dat was helemaal uitgestorven in tijd. En nu zijn er daadwerkelijk mensen van onze leeftijd die bands brengen, die, die naar diezelfde albums als wij geluisterd hebben. En, en, en gewoon het leuk vinden om dat weer een beetje ja, te vertegenwoordigen. Zeg maar. ja, ja, en daar ben en, ik graag onderdeel van. Ja, en en dat kun je dan weer. Dat is dan weer de brug tussen onze allebei onze tips. Uh, ja weet je, vroeger was er ooit een stroming. En die is een beetje uit stijl geraakt. En nu komt het weer een beetje terug. Dus ja, ja. dat is dan de verbindende factor tussen onze Juist. afzonderlijke tips. Dus, hè, en zo is de cirkel weer rond. Nou, ik vond het erg leuk uh, om te doen. Ja, ik, ik weet ik niet, ook. wat vond jij ervan? Ik vond het vet. Ik, ik heb weer nieuwe shit om te luisteren, dat is één. En ten tweede, ik vind het gaaf om te horen wat jij vindt van dingen die ik al jarenlang luister. Ja, ik heb... Uh... Ik heb nog wel heel veel verschillende tips die, ja. die ik zeg maar als combo packet zou kunnen afleveren. Dus ik als, als, als het nieuws inderdaad zo kurk droog blijft als dit, dan zou, het, zou ik het leuk vinden om hier nog een keer op terug te komen en ja. uh, nog een keer zoiets te doen. Ja, vet. Misschien dat ik dan uh, maar meer gewoon moet luisteren wat jij me stuurt. Want ik, ik denk niet dat mijn bibliotheek voor onze. Ja, ik kan wel van die mainstream meuk sturen die ik toen ja, nou, maar zeg, ja, maar waarom niet? Wat vindt een metalhead, metalhead van Queen's of the Stone Age? Ja, nou, ik, ik had vind... nog nooit geluisterd naar... Uh, hoe heet die band daarvoor? Kaius Ja, dat bekende je inderdaad. Dus toen dacht ik, oh, oh, maar als dat kan, dan, dan kan ik misschien daar wel iets van sturen. Want Kaius ja. is natuurlijk wel uh, legendary. Dus, uh, ja, ik ben inmiddels fan. Ja, en terecht. <laughs> ja. Maar goed, dan wacht nog maar even met het luisteren van de eerste plaat van Queens of the Stone Age. Want uh, die kun je dan misschien nog eens een keertje luisteren. Yes. All right. Nou, uh, laatste, laatste dingetje dan. Uh, muziektips aan de luisteraar. Ja, dus dan hebben we nu de nieuwe focus, uh, de recente luistertip. Uh, yes. Wij hebben altijd de nieuwe Music Friday, dat we even checken wat is er nieuw uitgekomen. Mm -hmm. Wat er de meest recente vrijdag is uitgekomen, is de plaat Death Posture van Acoustic Wound. En... Hè? Ik ben een Briezer-sled voor Ransige Old School Death Metal Revival. Dat is uh, zeker geen geheim. En deze plaat van Profound Lore met wat crankcore-invloeden neemt mij gewoon mee naar huis. Wij staan staan schuur in de club. Ik ben uh, beschonken met heel veel suiker en uh, 4,5% uh, dubieuze drankjes. En er uh, komt gewoon zo meteen, een hele dikke seks, hitsige sex One-night stand komt er zo meteen met acoustic wound. Ja, ja. In, uh, in de auto of zo. Hè? op de fiets. <laughs> nou ja, ik ben heel erg fan van die autopsie achtige death metal. Die wordt dan weer nieuw en een beetje viezig opgezet door bands als Spectral Voice. We weten ook dat het wat technischer gedaan wordt, maar dit is echt wel meer de korige grindcore punk achtige kant op. Dus je zou kunnen zeggen voor liefhebbers van zowel autopsie als Spectral Voice als Magruder Grind, heb je deze plaat van Profound Lore. Nou ja, dat is natuurlijk een sick label en acoustic wound, gewoon nieuw band en die zijn dankzij die grind invloeden wat vlotter is het, het raast wat meer. Maar af en toe zou je willen dat de nummers iets meer uitgesponnen worden. Even iets meer tempo terug. Iets meer op de, op de langzame, voortmalsende, malende riffs. Dat is wat jammer dat dat er niet in zit. Maar dit is gewoon lekker takka, takka, tak. En dat is gewoon lekker. Dus ik zeg Acoustic Wound Death Posture gewoon easy listening. Ja. Fet. Nou ja, ik, deze staat dus in mijn to-listen lijst. Ik heb hem nog niet gecheckt. Dat is wel jammer, want anders had ik er nog even iets over kunnen zeggen. Maar ik ben er nog niet in toegekomen. Maar ik ga hem zeker, zeker luisteren komende week. Ja. right. nou mijn tip. Ja, ik uh, moet dan toch wel even iets van eigen bodem tippen. Uh, Doel. Doel met Summerland. Die zouden eigenlijk op Roadburn hun uh, nieuwe album Summerland ja, introduceren. Of, of in, in zijn volledigheid spelen, meen ik. Maar goed, ja. dat gaat dus helaas niet door. Desalniettemin komt die plaat wel gewoon uit. Um, en ja, wat is het? Het is uh, sferische dark rock. Het is niet zo hard als de bands die we eigenlijk normaal gesproken hier uh, bespreken. Tenminste, sonisch gezien. Maar het heeft wel een bepaalde ja, duistere meeslependheid. En ik denk dat die kwaliteit het beste voor naar voren komt in de wat, wat meer uh, ja, uitgesponnen nummers. Zoals het uh, titelnummer. Uh, en de laatste track, uh, Dust and Shadow. Uh, daarin gaan ze ja, iets meer drony, iets meer. Ja, dan ontstaat zo'n groove waarin je e je dan echt helemaal kunt verliezen, eigenlijk. En um, ja, ze hebben dan nog wel wat andere dingen. Er staat één nummer op, dat nogal geïnspireerd is door uh, of op Coast. En ja, dat had voor mij niet echt gehoeven. Want deze band heeft gewoon genoeg eigen identiteit. Uh, en is daar ja, is gewoon sterk genoeg om op eigen benen te staan. Dus dat hebben ze niet per se nodig. En het valt ook een klein beetje uit de toon met de rest van het album. Maar goed, dat is een schoonheidsfoutje. Verder is dit gewoon echt een vet album. Dat ja, volstaat met sferische muziek. Uh, die je misschien door deze donkere dagen heen kan slepen. Dus ja, ja. dat is mijn tip. Oké, okay, ik zeg ook even shout-out naar het interview. wat uh, hoofdredactrice Marleen had gedaan. Ja. Die, had, uh, die had een interview met de band. en uh, dat was interessant om, uh, om hem er even bij te pakken. Als je die plaat nou aanswingt en je had dan nog niet uh, gehoord. Ga dan even in de show notes en yes. uh, pak even dat interview erbij. Dan heb je even wat meer achtergrond nog naast deze introductie-explicatering ja. van Niels. Top! Right. Nou, uh, moet je nog iets anders shout-outen? Nou ja, ik, ik, ik denk dat het wel leuk is om te vragen wat de luisteraar vond van onze tips aan elkaar. Dat sowieso. Wat ze vonden van onze ongevraagde mening over uh, de coronacrisis en dergelijke. Ook. Dus, uh, nou ja, dit is up. Ja, inderdaad. Shoutout ook naar uh, Old Man Gloom. Ja. Want die hebben gewoon een vet album gemaakt. Ja, en daar hebben we het gewoon niet over gehad. Dus misschien. <laughs> nee. Uh, <laughs> we zeggen er is niks nieuws te vertellen over de muziekwereld. En er is toch een album wat uitgekomen is waar we het niet over hebben. Ja, juist. Inderdaad. Maar goed, die, 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 die check die ook. Old Man Gloom. De nieuwe ja, ik zeg uh, shoutout naar de achterresonerie van Jus, uh, Rabieren, en op die... Uh, <tom> Ok, ok. Mm. A